Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Resident Evil Infinite Darkness, de nieuwe anime-animatieserie op Netflix. Deze serie speelt zich af in het Resident Evil universum en de makers van deze serie beweren dat die ook canon is binnen de hele franchise. En er zit op zich niks in deze serie wat de rest van de canon tegenspreekt, dus als je wilt kan je zeker doen alsof deze serie deel is van de officiële geschiedenis. Als ik het goed begrijp speelt deze game zich af enkele jaren na Resident Evil 2 of misschien zelfs na Resident Evil 4 al. En deze serie richt zich op Leon en Claire, twee personages die wel bekend zijn binnen de Resident Evil franchise en die in meerdere delen gezeten hebben. En een groot deel van dit verhaal speelt zich af in het Witte Huis en Leon krijgt dus ook de taak om de president te beschermen. Helemaal wanneer het Witte Huis dus ook de locatie is voor een zombie outbreak en er dus overal zombies verschijnen. Gelukkig hebben Leon en Claire al veel ervaring op dat vlak en weten ze wat ze moeten doen om de president in leven te houden. Ze komen daarbij dan ook af en toe wat specialere zombies tegen. In de trailer zie je ook al een figuur voorbij komen wat je een beetje doet denken aan de Nemesis uit verschillende Resident Evil games. Deze krijgt zijn rol eigenlijk in de laatste van de 4 afleveringen in deze serie. Ik moet zeggen dat hij wel levert, helemaal omdat het een personage is wat verandert in dit monster en je weet dus al een beetje wat over hem en zijn persoonlijkheid. De animatie in deze serie is meestal wel prachtig, alleen je hebt hier wel een beetje te maken met de Uncanny Valley. Het lijkt zo fotorealistisch, maar toch net niet. Je weet gewoon dat je niet naar echte mensen zitten kijken, ondanks dat je af en toe shots hebt waarin het wel zo lijkt. En voor een kort seizoen wist het wel mijn aandacht erbij te houden, maar tegelijk vind ik het ook niet interessant genoeg om nou per se meer seizoenen van dit te willen zien. En omdat het een soort miniserie is, is het gewoon een kort zijverhaaltje wat dus best wel past in de Resident Evil tijdlijn, maar wat niet per se heel veel toevoegt. Je leert hier eigenlijk niks nieuws wat je niet in de games kan tegenkomen en het breidt de verhaallijn of de geschiedenis niet echt op een nieuwe manier uit. Maar het is wel gewoon een leuke miniserie met best wel wat toffe actie en het staat gewoon op Netflix dus het is makkelijk te kijken. Maar ik denk dat je meer haalt uit deze serie als je wel een beetje bekend bent met de Resident Evil franchise en de personages en verhaallijnen. Ik ben niet iemand die elke Resident Evil gespeeld heeft, maar ik weet op zich wel wat. Ik heb wel wat delen hier en daar gespeeld. En dat was al genoeg om het verschil te maken, want ze geven je in deze serie dus niet heel veel achtergrondinformatie over bijvoorbeeld Leon en Claire. Maar ja, hebben jullie al de kans gehad om Resident Evil Infinite Darkness een kans te geven? Lijkt het jullie wat? Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.